Al eeuwen biedt de natuur bescherming tegen de invloeden van ons grillige klimaat. Bij de zeldzame felle zon zoeken we een boom op om in de schaduw verkoeling te zoeken. En bij plotselinge regenbuien weten we vaak niet hoe snel we de dikste boom kunnen vinden om eronder te schuilen. De natuur biedt voor alle weersomstandigheden een perfecte oplossing, al eeuwen. En nog, dagelijks genieten we van natuurproducten die ons beschermen voor elk weertype. Keramische dakpannen bieden een nog betere bescherming als de boom in de natuur. En ook hier is de dakpan een product dat uit de natuur is ontstaan en dus de perfecte eigenschappen heeft om ons te beschermen. Op de daken van de meeste huizen vinden we vaak de meest fraaie en verschillende soorten keramische dakpannen van hoge kwaliteit en lange levensduur. Niet zomaar een dakpan, maar één die met zorg, kennis en stijl is gemaakt. Gebroeders Lauwmans uit Tegelen, Holland, maakt al meer dan 150 jaar keramische dakpannen van de grondstof klei. De fabricage van de keramische dakpannen berust op het gebruik van de aloude en vertrouwde elementen van lucht, water, aarde en vuur. Het vervaardigen van keramische dakpannen kan in tegenstelling tot veel andere materialen bogen op een ervaring van eeuwen gecombineerd met de moderne productietechnieken van nu. Al voor onze jaartelling bedekten de oude Grieken de tempels met keramische dakpannen. Keramos is Grieks en het betekent pottenbakkersaarde. De Grieken en de Romeinen verspreidden het gebruik van keramische dakpannen over Europa. Daarom kunnen wij vandaag de dag nog kiezen uit verschillende soorten dakpannen gemaakt volgens het aloude principe van de Romeinen. En als basisgrondstof wordt ook nu weer de eerste kwaliteit aarde gebruikt, klei dus. Deze klei wordt in de groeven in Tegelen dagelijks vers opgegraven. In de doseerbakken van de fabriek komt de klei bij elkaar en vervolgt zijn weg door de voorbewerkingsmachines. Daar wordt de klei grof opgedeeld en door de zeefplaten heen gedrukt. Tegelijkertijd wordt de klei fijn gewalst door een opening met een dikte van 0,8 mm. Door deze voorbewerking worden de oppervlakten van de kleideeltjes groter en tevens blootgesteld aan lucht en water. Hierdoor vindt tijdens het verblijf in de kleikelder een rottingsproces of oxidatie plaats. Uiteindelijk wordt na 3 maanden de klei weer opgebaggerd. De klei wordt gemengd en gekneed en komt uiteindelijk bij de vacuümstrangpers. Hier wordt de klei ontlucht en verdicht
en er ontstaat een homogene massa in de vorm van lange staven. De staven worden afgesneden op de snijtafel. We krijgen nu echte kleikoeken. Deze kleikoeken krijgen in de dakpannenpers de uiteindelijke vorm van de dakpan. Deze wordt rondom schoongesneden en van de vorm losgeblazen. De dakpannen worden op rekjes verzameld en gaan naar de droge rek. Hier drogen de verse dakpannen gedurende 2 à 3 dagen onder een temperatuur van maximaal 70 graden. De dakpannen worden gescheiden van de rekjes en op de glazuurbaan gezet. Dan gaan de dakpannen door deze glazuurcabine. Het resultaat is een nog dof gekleurde pan die dadelijk na het bakproces zijn kleur en glans krijgt. Overigens, de gebroeders Lauwmans uit Tegelen maakt natuurlijk alle soorten dakpannen. Voor alle modellen heeft Lauwmans verschillende vormen. Halfronde vorsten bijvoorbeeld, gevelpannen of ventilatiepannen. Gebroeders Lauwmans maakt ze allemaal. Via een ingenieus en speciaal door de gebroeders Lauwmans ontworpen tunneloven krijgen de dakpannen hun laatste behandeling. De tunneloven is de modernste in deze vorm van de hele wereld. Door een speciaal koelsysteem is de oven energiezuinig en dus ook kostenbesparend. Onder het waakzame oog van een computergestuurde controlekamer worden de dakpannen gedurende circa 75 uur en onder extreme hoge temperatuur van 1000 graden in de oven gebakken.
Het resultaat is verbluffend. De ruwe klei uit de groeven is omgevormd tot een gave en kleurechte keramische dakpan die stijl en kwaliteit uitstraalt. Zorgvuldig verpakt gaan de dakpannen van de gebroeders Lauwmans de wereld. Overal ziet u ze terug. De gave dakpan die kleur en karakter, stijl en bescherming geeft aan uw geliefde woning. Nog steeds biedt moeder natuur de bescherming tegen de grillige invloeden van ons klimaat. Met keramische dakpannen van gebroeders Lauwmans bent u steengoed onder de pan gekomen.